Wat ik het meest zal missen aan de Bronk dit jaar en ook vorig jaar, dat is natuurlijk op Bronk zong, daar gaan ze processen doen en dat is in de kerk. Dat is dan door Ekerijn, door het zangkoor en door de lui in de kerk het Tantum Ergo wordt aangeheven. Dat zo prachtig bazaal klinkt aan. En als ze nog zwanger is van de wereld, dat is natuurlijk een heel prachtig moment. Maar wat ik eigenlijk ook heb gemist, ja, wat ik zelf dan niet heb gemist, maar wat ik me heel goed kan voorstellen, dat de jonglui van IJssel dat hebben gemist. Dat is op Pinkstermaandag gewoon optrekken bij het Jonkheid. Die zand wat in de tas liggen te duien om uitgegeven te worden. Om op Bronkmaandag dan vuur op te gooien, door kaas en uit het kasteel naar de pastoor hier brengen. De kramignons, de rij voorop gooien, die momenten. Ja, dat gaan heel veel jonglui dus niet metmaken, 2 jaar lang al. En dat is natuurlijk een groot gemis. Ik heb dat zelf 4 keer mogen meedoen, optrekken bij Jonkheid. En ik kan nog zeggen, dat is het schoonste wat er is in de Bronk van IJssel. En dat gun ik ook Ekerijn om dat mee te maken. Voor het 2e jaar op rij geen een Bronk. Dat is wel heel erg zin. We houden allemaal heel erg naar uitgeloord. En van mij begint dat al 2 weken voor de Bronk. Bij het optrekken, wijs bij de overigheid. En dan houden wij wat rijmeid. En dan op zaterdag bij het inschoten, als de rijmeid bekend wordt gemaakt. Dat ben ik zelf ook geweest, dat is heel erg bezongener. En dan op zondag het samen zien met vrienden en met familie. En hopelijk kan voor volgend jaar, 19 juni, is het weer samen bronkveren met z'n allen. En dan ook op de 20e en de 21e ons putje bier drinken.
we hebben dus nu al 2 jaar geen bronk meer. En dan als jeugd, wat ze nu hebben gemist. Ja, ik vind bronk maandag altijd heel erg chic. En als dan de mis juist voorbij is en van Breus naar Kaarsjeloops. En dan zien al die luiden die op te wachten en dan kreeg ze ook echt gewoon een grote glimlach op hun gezicht. En voelde zich echt groet tot ze bij de vereniging mag sturen. En dan ook natuurlijk s'avonds, als de grote rondgang is, dan pakt ze zich met alle jeugd samen, jong en oud. Dan alles sminkt zich dan wel, dan gaat ze gewoon op stap met z'n allen. En dan drinkt ze zich de organen en zo. Ook natuurlijk, als de processie juist voorbij is of onder de pauze door, dan ga je het eten met een opa en oma met alle familie samen. En dat is natuurlijk ook altijd super gezellig. Nu hoop ik dat we dat volgend jaar dus wel allemaal mogen doen. En dat we dan wel elkaars hand vast mogen pakken om te gaan rijden. En op de blije muziek en zo. Dus hoop dat we dat volgend jaar wel mogen doen. Yeah.